John, laten we beginnen met het laatste nieuws. Dat is natuurlijk het contractnieuws van Sander van Streek en UBM Nelson. Blij dat ze langer blijven bij de club? Ja, het heeft zeker met Ubi lang geduurd, maar dat is altijd wel in goed overleg gegaan met elkaar. Daar ben ik zelf ook veel bij betrokken geweest. En vooral ook belangrijk voor Ubi om na te gaan denken wat hij echt eventueel na zijn carrière zou willen. En daar hebben we best leuke gesprekken over gehad. En dat is ook de reden dat het wat langer heeft geduurd, denk ik. En van Sander is dat logisch. De Sander loopt uit zijn contract. Dus dan moet je altijd proberen te zorgen om daar op tijd bij te zijn. En Jordi kennende laat hij dat soort dingen nooit schieten. En we zijn heel tevreden over Sander. Dat mogen ook duidelijk zijn. Hij zit al lang bij de club, dus ja, past helemaal in het beleid wat je dan als club hebt. Zeg. Ja, ander leuk nieuws deze week is natuurlijk de terugkeer van Willem Jansen en Joris van Overeem. Hoe is het verder qua fitheid van je ploeg? Ja, Girano is niet fit. Emil is nog geblesseerd. En voor de rest heb je gezien, er staat iedereen op het trainingsveld. Volgens mij hebben we er 23 plus 4 keepers. Dus dat betekent dat we een hele grote, maar vooral ook fitte groep hebben. En dat is mooi, want als je, zoals wij de afgelopen weken met de beker erbij, ja, dan speel je 3 wedstrijden. Dan is het wel lekker dat je een goede fitte groep hebt, omdat je ook daarin nog wel wat hebt gerouleerd, zeg maar. Dus dat is alleen maar positief. Ja. Na afloop in Dordrecht zei je dat je ploeg het zichzelf onnodig moeilijk had gemaakt. Hoe probeer je dat dan op het trainingsveld eruit te krijgen? Nou, je hebt niet zo heel veel tijd om daarover te blijven hangen. Het belangrijkste was dat je die wedstrijd won. En dat hebben we toch best wel overtuigend gedaan. En dan sluit je dat ook af, want je weet dat al heel snel de volgende wedstrijd weer voor de deur staat. En eerlijk, dat slokt dan meer aandacht op dan nog terugkomen op die wedstrijd. Dat hebben we wat meer individueel gedaan. Snap ik. Tegenstander van zondag is natuurlijk Heracles Almelo. Zij wonnen 3-0 van Telstar in de beker. Wat voor wedstrijd kunnen we verwachten zondag, denk je? Ja, ik vind dat ze niet zo heel goed begonnen zijn aan de competitie. Dat mogen duidelijk zijn. De manier van spelen is bekend. Hè. Ze spelen altijd 4-3-3 met de punt naar voren. Dus dat verwachten wij ook voor zondag. Het is een tegenstander wat ligt bij de club. Daar heb ik me al zo vaak ingefluisterd. Soms heb je dat met ploegen. Aan de ene kant is dat mooi, aan de andere kant zegt het ook niet zo heel veel, omdat het weer een wedstrijd op zich is. En ik heb zin in die wedstrijd. We hebben 2 keer gewonnen en dan wil je daar in die flow blijven om dat vast te houden. Ja. Zeg maar. Heb je nog meer een beetje ingelezen in andere statistieken over die wedstrijd? Nee, kom maar. Vertel maar. Nou ja, je kan de boek in gaan zondag, want je bent nu 5 wedstrijden, de eerste 5 wedstrijden van de Eredivisie ongeslagen. Ja. Als je zondag gelijk speelt of wint, dan ben je 6 wedstrijden ongeslagen. Ja. Dat is voor het laatst gebeurd in 1984, 1985. Oké. Okay. Dus je kan de boek in gaan. Mooi. Weer iets extra's. Dus. Het zijn altijd leuk, dit soort statistieken. Dus. Succes zondag. Oké, dankjewel.